mij dit introductiefilmpje voor het werken met een microscoop. In dit filmpje krijg je te zien hoe je met een microscoop moet werken, hoe je hem moet scherpstellen en hoe je hem weer moet opruimen. Dus ik zou zeggen, let goed op. In de les kun je het zeker gebruiken. Veel plezier. Veel plezier, succes. Als je de microscoop op tafel zet, is het belangrijk dat je hem met twee handen vasthoudt. Vervolgens haal je de hoes eraf en ga je controleren of de microscoop goed is opgeruimd. Laat de tubus recht. Zorg ervoor dat de kleinste objectief naar beneden gedraaid staat. En kijk of de tafel in de onderste positie staat. En nu is de microscoop klaar om mee te beginnen. Vergeet niet het lampje aan te doen. Leg het preparaat op de tafel en klem deze onder de preparaatklemmen. Vervolgens gaan we de microscoop scherpstellen. Kijk met één oog door de tubus en draai vervolgens aan de grote scherpstelschroef tot je een scherp beeld krijgt. Draai met de revolver door naar het volgende objectief. Met deze vergroting gebruik je alleen de kleine scherpstelschroef. Wil je het beeld nog meer vergroot hebben? Draai dan de revolver verder naar het grootste objectief. En scherpstellen gebeurt weer alleen met de kleine scherpstelschroef. En nu gaan we de microscoop weer opruimen. Je draait het kleinste objectief eronder. En dan draai je aan de grote schroef de tafel weer naar beneden. En je zet het lampje uit. Nu kun je het preparaat onder de klemmen weghalen. Zet de klemmen terug en controleer of alles goed staat. En dan doe je de hoes over de microscoop. En je zet de microscoop terug met behulp van twee handen. Kort samengevat, preparaat eronder, kleinste objectief, lampje aan. Ho, denk eraan, geen hand voor je oog. Scherpstellen met de grote schroef. Doordraaien naar het volgende objectief. Ho, scherpstellen aan de kleine schroef. Doordraaien naar het volgende objectief. Scherpstellen met de kleine schroef. En daarna opruimen, terugdraaien naar de kleinste vergroting, tafel naar beneden, preparaat weghalen, lampje uit en klaar. Nou, hartelijk bedankt dat je even naar ons instructiefilmpje hebt willen kijken. Hopelijk heb je iets aan gehad. En je kan natuurlijk ook altijd nog weer terugkijken. Ja. Succes met het practicum. Succes.